Dan wil ik mezelf laten zien. Dit is mijn 300 diesel uit 1983. Mooie auto. Rijdt goed. Even kijken. We zitten nu in het verkeer in Panama. Oliedruk is goed. Iedereen toetert hier. Wel of geen reden. Oké. Ah, oké. Waarom dat ze toeteren maar heel zwijten? De motor en de versnellingsbak schakelen als nieuw. Dus in dat opzicht ben ik er erg blij mee. Het is een fijne, robuuste auto. Ik kom net van de douane af. Er zijn wat problemen omdat hij nergens in de boeken stond. Dus hij zal wel door een of andere corrupte idioot zijn ingevoerd zonder belasting te betalen. Dus ik heb eigenlijk een paar dagen een probleem op te lossen. Maar het komt goed, het komt goed. De airco doet prima. Ik heb er een Pioneer-radiootje ingebouwd. Het is een automaat. Alles elektrisch. Zelfs een middenarmsteun was een extra. En een brandblusser was extra. Ja, kun je een beetje een soort opname zo maken. Geen reden, je wordt overal klaksons. Dat is Panama. Normale regelen, dus ik ga voor anderhalf uur weer terug. Dus we gaan even internet in. De wegen zijn erg slecht. Alle motoren die je hoort zijn allemaal andere motoren, behalve deze. Nou, voorlopig ga ik het even bij deze opname laten. Ik ga dit filmpje uploaden bij YouTube. En dan zal ik wat vrienden een linkje sturen, dat is grappig. Dus de groeten aan allemaal. En ik ben content met de Mercedes. Einde verhaal.